Hallo allemaal. Wij hebben vandaag een nieuwe fiets gekocht voor Niva bij de Decathlon. Nou ja, het is eigenlijk geen nieuwe fiets, het is een tweedehands fiets. Tada! En dat hebben we gedaan omdat ze had al een fiets, deze, maar die was iets te zwaar om op te fietsen. Dus hebben we even een lichtere gekozen. En dan moeten we er even leren fietsen. We zijn er eigenlijk nog niet aan begonnen, omdat je hier heel veel bergen en zo hebt en heuveltjes. Dus het is niet echt makkelijk om hier te fietsen. Maar als je bijvoorbeeld even naar Touria Park of zo wil, of je wil even een stukje met de step. Dus het is wel handig dat zij gewoon kan fietsen, want dan kan je haar fietsje achter in de auto gooien. En dan kunnen wij op de step en dan kan je gewoon even een stukje het park door bijvoorbeeld. Dus dat... Dat zou wel heel leuk zijn. Dus dat gaan we even, daar gaan we even op oefenen. Weer een leuk project. Houd je van de straat. Vandaag in Chaos Bakken met Eva bakken we glutenvrije pannenkoeken. Ik heb niet genoeg eieren, want er moeten 5 eieren in, maar ik heb er maar 3. Dus ik heb ook niet alle mix gebruikt. Deze hebben lieve mensen voor ons meegenomen uit Nederland. Thank you. En ja, ik had niet zo heel veel in huis. Dus pannenkoeken it is. Nou, ik ben even naar de tandarts geweest. Deze keer was de afspraak dus wel gelukt. Vorige keer was ik gegaan en toen was de tandarts random dicht. Volgens mij was het ook gewoon hetzelfde tijdstip als nu. Maar nu had ze wel zin om open te doen, dus dat is top. Ik had een gaatje hier achterin helemaal. En die hebben ze gelijk even gevuld. Ze zei, wil je het nu doen of na de feestdagen? Ik dacht, nou doe maar even nu, want anders wordt het gaatje alleen maar groter. En daar heb ik ook geen zin in. Wij hebben een privéverzekering, maar in principe, dat is heel gek. Ze zeggen altijd, ja je bent ook voor de tandarts verzekerd. Maar dat betekent hier gewoon vaak... emergency tandarts verzekerd, zeg maar. Dus als je op je gezicht valt, op de stoeprand en je breekt een paar tanden af, dan ben je verzekerd. Maar als je controle hebt en je hebt gaatjes, betaal je dat zelf. Maar goed, ik had nu 1 gaatje met verdoving en ik moest €45 afrekenen. Controle, gaatje en verdoving. We gaan Niva even leren fietsen. We hebben een fiets gekocht, tweedehands fiets bij de Decathlon. En we gaan even oefenen. Waar zijn we? Weet het niet. Weet je niet hoe het heet? Zijn we nog in Spanje? Nee. Volgens mij wel, hè? Dat heet Spanje. Dit is ook nog Spanje. We zijn in een vakantiepark. Hoe heet je daar? Aliana Resort. Aliana Resort. In de buurt van Alicante. Kijk eens, lekker opgeruimd. Niva slaapt hier. De sterrenhemel staat nog aan. En het is enorm koud geweest vannacht. Oeh, kijk eens. En nu zijn we even rustig wakker aan het worden, hè, Niv?
Er wordt geklopt. Kom maar, leg deze maar even weg. Leg deze maar even weg. Oh! Oh, 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 oh. Wat is dat? Sinterklaas! Hij is alweer weg. Ik denk dat hij al weg is. Oh, oh, heb je cadeautjes gehad? Neem maar mee naar binnen, lieverd. Ja. Kijk, Nick, Sinterklaas is geweest. Zo. Wauw. Zo, dat is wel een pak. Wauw, een jasminkastel. Lego. Een puzzel. Lego. Lego. Oh. Sinterklaas had heel goed, hè? Ja, maar ik had de jasminkastel gezet. Deze wilde je graag, hè? Ja. Oh, met een tijger hier. Dit is jasminkastel. Ik heb heel veel speelgoed gekregen, Noma. Ja, ik kan nog een pret maken. En een mooi jukje. Zo. Papa maakt alles goed, hè? Wow. Vind je dat leuk, Nief? Kijk, hier. Oh, met de afstandsbediening erbij. Kijk eens. Ik heb deze lijn in de nek. Kijk eens. Er nog rondjes. Oh. Ja, een batterijtje. Maar die hebben we wel, hoor. Oh, nog één. Ik dacht dat het een goed idee was om even een bepaald kussen in de was te doen. Je nou kijken. Helemaal vol. Dus ja, dit... wordt weer een leuk klusje voor mij. Daar ligt de vuilniszak al klaar. En daar gaan we er maar weer voor. Wat wil je worden later? Juf. Juf? Als je groot bent. Als je groot bent wil je juf worden? Ja. Wat voor juf? English juf, Spanish juf, voor baby'tjes, voor grote kinderen. Wat voor soort juf? English. English juf. Ook op een British college? Ja. Ja? Voor de baby's of voor grote kindjes? Voor de grote kindjes, voor de grote kindjes. Voor een grote kindje, als een kindje 5 is. Of als een kindje is... Voor de grote kindjes van 5. Ja, en voor de grote kindjes 6 en 7. En voor de kindjes van 6 en 7, oké. Okay. En 5 en 4. Oké. Okay. Dat. Ja. Niet voor die en 2 en 1. Maar dat wil niet. Het is nu zondag. Ik ben net klaar met sporten. Hamza wil ook even aandacht. En het is 10 november. Nee, jij gaat me weer bijten. Ik vertrouw jou niet. Ik vertrouw jou niet, Hamza. Je gaat mij weer bijten, of niet? Het is 10 december en het is 18 graden om 11 uur 's ochtends al. Het wordt 24 graden vandaag. Ja, en we gaan naar een verjaardagsfeestje zo. Don't bite me, Hamza. Por favor. Niet bijt, Hamza. Ik vertrouw jou niet. Ja, je gaat goed op de muur klimmen. Als ik samen zou binnen klimmen op de muur.
Nou, we zijn even een weekje offline geweest, want schoonouders waren hier ook en het was een beetje druk. Maar we hebben niet stilgezeten. Oh shit, die deur is dicht. Ah, kak, moet ik weer langs binnen. Want de cv-ketel is nog steeds een probleem. Een tijdje geleden waren ze gekomen en hadden ze zeg maar hier die leiding vernieuwd. Deze leiding. Hier zo, die was dikker gemaakt. Omdat hij een melding gaf dat hij te weinig gas had. En daardoor viel die steeds uit. Dus dat is gedaan. En toen op een gegeven moment bleef hij dus alsnog weer die melding geven. De stekker was er even in en uit geweest. En toen gaf hij weer die melding dat hij te weinig gas had. Dus ja, dramatisch. Nu moet ik het even goed vertellen hoor. Ik weet echt niet meer wie er allemaal geweest zijn. De loodgieter is daarna geweest nog, geloof ik. Die heeft gekeken en die had gezegd, ja, er zit iets in die ketel wat niet goed is. Een blokje of een onderdeeltje wat niet aansluit. Maar die kon het niet maken, want die zei, ja, het is een faillant ketel en dat moet de monteur doen, anders heb je geen garantie meer. En er was nog iemand geweest van Netergy en die zei, ja, we kunnen de hele ketel vervangen, €1800. Ketel van 2 jaar oud. Dus het leek ons een minder goed idee. En nou, uiteindelijk is dus die faillant man is langs geweest. En eerst snapte hij er niks van. Hij meette ook helemaal niet dat die gas lekte. Terwijl de loodgieter zei van wel. Dus hij wilde alweer bijna weggaan. Van ja, er is niks aan de hand. Dus ik zeg, ja, maar die loodgieter die zegt dat er wel wat aan de hand is. Nou, toen werd hij helemaal boos. Ja, wie is hier nou de expert? Wie is hier de ketel-expert? Ik zeg, ja, maar er zijn hier 10 mensen geweest. 10 luidjes over de vloer. En iedereen zegt dat er een probleem is. Dus ja, of iedereen is gek, of jij bent helemaal geweldig. En of je weet er helemaal niks van. Nou ja, uiteindelijk moeilijk zuchten is hij 3 uur aan het pielen geweest. Hij had uiteindelijk had hij ook wel het gaslek gevonden. Had hij gemeten, maar dat was alleen zichtbaar als je het warm water aanzette. Dus we hebben hem even laten bellen met die loodgieter. En die loodgieter had het uitgelegd in Spaans. Want ja, zo vloeiend is mijn Spaans ook niet op het gebied van ketels. Anyways, het was gevonden. En toen is hij 3 uur lang zitten pielen en nu maandag komt zijn baas langs. Dus het is schijnbaar een heel complex probleem voor een ketel van 2 jaar oud. En we hebben nu ook al de manuren moeten betalen en zo die erin zitten. Dus ja, helemaal geen zin in allemaal. Helemaal geen zin in. En zo is er eigenlijk altijd wel wat. Dus het is, ja, het is veel druk geweest met ketelmensen en schoonouders. En het weekend daarvoor zijn we natuurlijk een weekendje naar Alicante geweest. Is dat er nou toch voor de deur? De buurman. Dus daarom was het wat stiller met de vlogs. Volgende week gaan we tekenen voor het appartement. Hopelijk. Zodat daar geen beren op de weg komen. En dan ga ik daar nog het een en ander even van laten zien. Jullie hebben natuurlijk al een beetje gezien in een wat kortere tour. Maar dan zal ik denk ik ook even uitleggen wat een beetje het plan is. En ja, hoe we het allemaal voor ons zien. Vandaag is het zondag. En het is heel warm. Het is 24 graden vandaag. En dat op 10 december. Dus ja, mensen, dit is gewoon zalig. Je hebt gewoon zo weinig winter / herfst hier. Wat echt helemaal top is. Want zo lang hoeft ook helemaal niet voor mij. Januari, februari is meestal wat frisser. En in maart lig je wel weer op het strand. Dus ja, ik zou het iedereen aanraden. Mocht je ook emigratieplannen hebben, maar je weet niet hoe je het aan moet pakken. Kijk vooral even in de link in de omschrijving. En in mijn bio heb ik hem ook gezet. Dat is een emigratiestappenplan die we hebben gemaakt. En ja, ik denk wel dat het echt enorm hulpzaam is. Ook voor mensen die al wel precies weten hoe het moet. En dat je alles wel hebt uitgezocht. Ik spreek regelmatig mensen die hem alsnog hebben gedaan die hier al wonen. En die zeggen van wow, als ik bepaalde dingen had geweten voordat ik ging uit jouw stappenplan, dat had mijn leven zoveel makkelijker gemaakt. Dus ja,
neem een kijkje, jongens. Het is echt de moeite waard. En ook als je niet weet waar je moet beginnen en je wil heel graag emigreren. Echt waar. Iedereen kan emigreren. Echt waar. Je leven wordt er beter door. Dus ja, ik zou het echt niet aanraden.